Dan, bewakingsbeeld van een hoogzwangere vrouw die pint met een gestolen pas. Het zal je moeder maar zijn. Wanneer was dit, Maren? Nou, dit was begin november vorig jaar. Een vrouw van 75 jaar die gaat Sinterklaas inkopen doen in een boekwinkel in Amersfoort. En als ze dan bij een boek staat te kijken, dan voelt ze iets aan haar tas. Alsof er iets of iemand tegenaan komt. Maar wanneer ze achter zich kijkt, dan ziet ze niemand staan. Maar er is waarschijnlijk wel degelijk iets gebeurd. Ja, want waarschijnlijk is op dat moment haar portemonnee gestolen. Want wanneer ze later bij de kassa twee boeken af staat te rekenen, dan ziet ze dat haar tas open staat, maar ook dat haar portemonnee verdwenen is. Ze reageert dan sneller. Ze fietst naar de bank om de pinpas te laten blokkeren. Maar ja, je raadt het al, als de bankmedewerker dat wil doen, dan is er al gepind met die pas. Ja, dat is echt heel snel gebeurd. En er is in totaal €1000 van haar rekening opgenomen. En dat is bij twee verschillende geldautomaten geweest. Dat was één keer aan de Utrechtseweg en één keer aan de Sint-Jorisstraat. En beide keren zien we een andere vrouw staan bij de automaat. Van beide pintransacties is beeld, met daarop dus twee vrouwen die pinnen met de gestolen pas. Dit is bij de ING aan de Utrechtse weg. Hier zien we de eerste vrouw die pint met de pas van het slachtoffer. Bij deze beelden zit geluid en daarop is te horen dat ze in een buitenlandse taal iets bespreekt met de persoon die schuin achter haar staat. Even later wordt de pas weer gebruikt. Dit keer bij de Rabobank aan de Sint-Jorisstraat. Deze vrouw is beter te zien. Ze draagt een hoofddoek en een mondkapje, maar is toch redelijk herkenbaar. Ja, opvallend detail is dus dat een van hen zwanger is. Het gaat om de vrouw die we zojuist van boven gefilmd zagen. Hier staat ze dus achter haar vriendin, die met de pas pint. In de cirkel is te zien dat ze over haar dikke buik wrijft. Dat kan een aanknopingspunt zijn. En dan heb je nog silhouetten, Maren. Ja, klopt. Die eerste verdachte, dat is een vrouw met een lichte tot licht getinte huid. Ze heeft een stevig postuur en is zwanger. Ze droeg een lange gebreide donkere jurk, een donkere broek daaronder, of een soort legging. Verder had ze witte sneakers aan. Ze droeg een zwarte muts met lichte accenten. En ze had een lichtblauw mondkapje op. Nou, die tweede verdachte, dat is ook een vrouw met een licht getinte huid. Zij had donkere ogen, zij had donker haar en dat droeg ze in een staartje. Verder had ze een soort haarband of grijze hoofddoek om. En ze had een grijze sjaal om van het merk Tommy Hilfiger. Eveneens een jas van Tommy Hilfiger met een capuchon en een lichtblauw mondkapje. Of een van deze vrouwen ook de portemonnee heeft gestolen, dat is niet duidelijk. Wel weten we dat zij dus bijna €1000 pinnen met de pas van het 75-jarige slachtoffer. Help mee hen te vinden. Herkent u ze? Of heeft u ze misschien ergens gezien? Geef het dan nu door via een van de tipnummers hier onder in beeld.